Een hele goede middag allemaal en welkom op dit webinar over Storia en Sapiens. Ik ben Pijn Fourier, ik ben educatief adviseur bij Uitgeverij Van In en zoals jullie kunnen zien doen we dit webinar gewoon ook van thuis uit. Dus welkom in mijn bureau. Welkom ook aan Wouter Smets hier naast mij, auteur van... Wouter, welkom. Ja, dag Wouter, voilà. We gaan dit webinar samen doen. Wouter neemt het stuk van Sapiens voor zich. Ik zal het Storia-gedeelte op mij nemen. Dus het doel is dat wij samen de twee methodes gaan toelichten, zodat jullie perfect weten op welke manier wij die methodes klaargestoomd hebben voor de onderwijsvernieuwing. Een paar praktische dingen voor we beginnen. Aan de rechterkant, bovenaan, zien jullie twee knoppen. Een chatknop en een vragenknop. Die chatknop die is voor jullie persoonlijk om met jullie collega's wat te babbelen. Dus als jullie elkaar lang niet meer gezien hebben of snel wat informatie willen uitwisselen, dan kan dat eventueel via die chatknop. De vragenknop, dat is de knop waar jullie alle vragen over Storia of Sapiens kwijt kunnen. Wij gaan die vragen niet zelf beantwoorden, daarvoor hebben wij een heel team klaarzitten dat zo snel mogelijk zal proberen zo goed mogelijk op alle vragen te antwoorden. Naast een vraag die al gesteld is, ga je ook een pijltje zien staan en daarmee kan je die vraag upvoten. Wat betekent dat? Dat betekent dat die vraag... voor ons belangrijker wordt en dat we die sneller gaan oppikken of dat we merken dat het wel een hele prangende vraag is, want meerdere leerkrachten hebben dan blijkbaar dezelfde vraag. Goed, mocht je technische problemen ondervinden tijdens dit webinar, probeer dan zoveel mogelijk te surfen via Google Chrome. Dat is nog altijd de meest stabiele omgeving om dit webinar te volgen. En mocht het beeld of het geluid even blijven hangen, probeer dan eens te refreshen door op de F5-toets te duwen. Die staat bovenaan jullie toetsenbord. Verder geef ik nog even mee. Bovenaan, naast die chatknop, zien jullie nog een aantal symbooltjes staan. Met het pijltje naar rechts kan je die chatbalk verwijderen, zodat het scherm een beetje groter wordt en je de presentatie misschien duidelijker kan meevolgen. Met de dubbele pijl kan je het scherm maximaliseren. Ook dan zie je de presentatie nog beter. En het belletje, dat kan je best uitzetten, want anders worden we oversteld met allemaal pinggeluidjes als jullie vragen stellen aan ons of aan elkaar. We bieden jullie ook de mogelijkheid om de boeken Storia en of Sapiens te bestellen. En voilà, daarvoor verschijnt nu een link in beeld. Dus als je daarop klikt op ga naar het formulier, kom je meteen op de juiste pagina terecht en kan je zowel Sapiens of Storia HD bestellen. Goed, ik stel voor dat wij eraan beginnen, Wouter. Eens even kijken. Ja, mijn scherm delen. Zo, de presentatie. Nee, wacht. Zo, voilà. Sapiens en Storia. In het leerplan geschiedenis staat het historisch denken centraal en het werd opgevat in 5 krachtlijnen die uiteraard met elkaar verbonden zijn. Jullie kennen uiteraard al die krachtlijnen, ze staan hier ook aan de linkerkant nog eens even opgesomd, maar ik ga ze toch nog even kort met jullie overlopen. Historische vraagstelling ontwikkelen. Ja, historisch denken start natuurlijk met het stellen van historische vragen. Leerlingen moeten dus met historische vragen geconfronteerd worden om te leren hoe ze zelf historische vragen kunnen stellen. Tweede krachtlijn, het historisch referentiekader opbouwen. Leerlingen hebben daarvoor een begrippenkader nodig om historische vragen, gebeurtenissen, ontwikkelingen en dergelijke te kunnen situeren in tijd, ruimte, maatschappelijk domein. Dus uiteraard moet daar ook aan gewerkt worden. Kritisch redeneren met en over bronnen. Ja, als we willen dat leerlingen historische vragen beantwoorden, moeten we hen uiteraard ook leren om bronnen kritisch te analyseren en daar informatie uit af te leiden. Dat kan met 3 simpele stappen. Enerzijds uiteraard het verzamelen van informatie uit die bronnen, dan die informatie interpreteren en uiteindelijk die informatie gebruiken om een historische vraag te beantwoorden. Vierde krachtlijn, tot beargumenteerde historische beeldvorming komen. Wel, een historische vraag beantwoorden, dat kan je alleen maar doen door een samenhangende historische redenering op te bouwen of eventueel een bestaande beeldvorming te gaan evalueren. En dan de laatste krachtlijn, het reflecteren over de relatie verleden, heden en toekomst. Die 3 zijn uiteraard onlosmakelijk met elkaar verbonden, dus ook daar moet ruimschoots aandacht aan besteed worden. We hebben onze leerkrachten, of jullie, bevraagd of wat jullie bezorgdheden waren in verband met die nieuwe leerplannen. We hebben een aantal dingen gemeenschappelijk ondervonden. Ik heb ze hier even op een rijtje gezet. De voornaamste bezorgdheid was het verhaal. Als leerkracht geschiedenis wil je natuurlijk een verhaal vertellen.
En de vraag was dan, ja, is er nog ruimte om ons verhaal te vertellen? Wordt dat allemaal niet te abstract, een beetje te ver van hun bed? Gaan de leerlingen nog wel geïnteresseerd zijn? Terechte bemerking. Tweede is, ja, hoe kunnen we aan de slag gaan? Is het de bedoeling dat wij 2-3 maanden met dat historisch denken en die historische vragen bezig zijn en dat er dan pas geschiedenisles gegeven wordt? Of hoe moet dat allemaal precies gebeuren? En dan daarmee samenhangend, ja, welke houvast hebben we omdat ze daarmee bezig zijn? Hoe kan ik nu dat leren denken meten? Hoe kan ik dat evalueren? Hoe kan ik opvolgen of leerlingen op de goede weg zitten? Leerlingen zitten ook allemaal gemengd in de klas, een hele diverse klas, heel verschillende achtergronden. Hoe gaan we daarmee om binnen de geschiedenislessen? En als laatste, we hebben het gebundeld in het woordje chaos. Het vat een beetje alles samen. Waar gaan we naartoe? Wat is ons einddoel? Hoe meten we dat? Hoe lukt dat voor de leerlingen? Hoe moet ik ingrijpen als iets niet werkt? Dat waren, samengevat, jullie bezorgdheden. We hebben daar uiteraard antwoorden op. Als eerste vinden wij dat het verhaal uiteraard overeind moet blijven. Een nieuw leerplan is geen ontstoffing. Er is geen leerstof die wegvalt, geen geschiedenis die ineens verdwenen is. Je moet de leerling nog steeds met activerende werkvormen blijven boeien en de nieuwsgierigheid van die leerling opwekken. Moet je daarvoor eerst 3 maanden met de historische vragen en zo verder bezig zijn? Uiteraard niet, dat is geïntegreerd. Hè. Je start daarmee vanaf 1 september, maar uiteraard is dat geïntegreerd samen met de leerstof. We doen dat natuurlijk stap voor stap. Je kunt niet verwachten dat de leerlingen meteen historisch kunnen denken. Het is een vaardigheid, die ga je stap voor stap geleidelijk aan opbouwen met de leerlingen. En dat moet natuurlijk ook beheersbaar gebeuren, zodat zowel jijzelf, maar ook de leerlingen het noorden niet of het kwijtraken. Er is inderdaad heel veel diversiteit in de klas, daar zijn we ons van bewust. En daarom hebben we uiteraard ervoor gezorgd dat je zowel met Storia als met Sapiens kan differentiëren binnen de klas, differentiëren op maat van sterkere en of zwakkere leerlingen. En als laatste moet er uiteraard een duidelijke leerlijn zijn. Die moet uiteraard kristalhelder zijn om het parcours uit te stippelen, zodat je zelf nog aan het roer kan staan. Sapiens en Storia zijn ons antwoord op die onderwijshervorming. Beide reeksen zijn volledig in lijn met de nieuwe leerplannen en bieden je uiteraard optimale ondersteuning. Storia bestaat al enkele jaren en is herwerkt naar Storia HD, Storia Historisch Denken. En Sapiens is de opvolger van de bestaande methode Pionier. Storia bestaat dus al, is ook al in het eerste jaar beschikbaar onder de versie Storia HD. Daarvan verschijnt dus nu in september het tweede boek. En van Sapiens lanceren we voor september meteen boek 1 en boek 2, zodat je meteen in de eerste graad aan de slag kan met deze nieuwe reeks. Wat is er nieuw of wat is er anders? Ja, voor Storia brengen we het historisch denken uiteraard explicieter boven water. Dat zat er al in. Leerkrachten die met de methode werken, die weten dat wij al aan bronnenonderzoek deden en vraagstelling deden, maar we hebben dat nu nog explicieter naar voren gebracht. We behouden uiteraard wat er goed was, de solide en de herkenbare structuur. We bieden nog steeds de keuzevrijheid binnen Storia, onder de vorm van handboek, werkboek of leerwerkboek. En er is een aparte versie voor het gemeenschapsonderwijs. Voor Sapiens is dat een iets wat ander verhaal, omdat we natuurlijk met een nieuw boek starten. Daar leggen we uitdrukkelijk het zwaartepunt op dat historisch denken en die redeneervaardigheden. En die worden uiteraard stapsgewijs opgebouwd. Verder bieden we daar ook heel veel verdiepend en verbredend differentiatiemateriaal en is er aandacht voor taalontwikkeling. Ja, flexibiliteit, ik zei het net al, Storia is een methode die op verschillende vlakken inspeelt. We hebben een versie handboek-werkboek en een versie leerwerkboek en er is een versie voor het gemeenschapsonderwijs. Even kort de verschillen tussen versie handboek-werkboek en leerwerkboek voor degenen die dat niet weten. Handboek-werkboek, daar heb je een bronnenboek, een handboek dus, dat overvol zit met bronnen. Hoe ga je daarmee aan de slag? Je hebt daar een aantal manieren. Je kan als leerkracht je eigen verhaal beginnen en aanvullen met ons bronnenmateriaal. Je kan het ook andersom doen. Je kan starten vanuit het boek en aanvullen met je eigen materiaal. Of je zou kunnen zeggen, nee, ik laat de leerlingen starten vanuit het werkboek en ze gebruiken het bronnenmateriaal en mijn eigen verhaal als aanvulling en om de opdrachten te kunnen oplossen. Het leerwerkboek is dan een ander verhaal. Daar hebben wij voor een groot stuk de keuze voor jullie al gemaakt, de keuze uit de bronnen dan. Maar dat gaf ons wel de mogelijkheid om een hele brede waaier aan activerende werkvormen in dat boek te steken. En dan is er een versie voor het gemeenschapsonderwijs die uitsluitend in leerwerkvorm beschikbaar is. We behouden bij Storia wat er goed is, wat er goed was. Dat betekent dat je uiteraard opnieuw aan de slag kan met dat unieke bronnenmateriaal. Dat hebben we nog veelvuldig bij aangevuld. Grote focus ook nog steeds op die gevarieerde werkvormen.
Verder is de duidelijke layout nog steeds in het boek herkenbaar. Degenen die met het boek werken gaan merken dat daar heel weinig aan veranderd is. Dus het boek, de structuur is gebleven. Op het einde van elk deel zijn er nog steeds de heldere synthese-lessen. We hebben uiteraard aandacht voor het kennen, maar in dit geval ook veel meer voor het kunnen. En met veel meer bedoeling, er is ook veel meer kunnen bijgekomen. Dus daar wordt dan meer de focus op gelegd. En we gaan nog steeds de situering doen door middel van kaarten, domeinen en tijdlijnen. Dat is wat er goed was en wat er gebleven is. Uiteraard zijn er ook heel veel nieuwe dingen. En vandaar dat ik nu met jullie even de 5 krachtlijnen binnen Storia ga bekijken. Historische vraagstelling ontwikkelen. Ja, wie Storia kent, die weet dat die historische vraagstelling al aanwezig was. Die is ook centraal als elke les begint. Je ziet dat hier, voilà, waar is mijn muis? Voilà, hier linksboven, waar een aantal vragen gesteld worden. Wat hebben we gedaan? We hebben het uiteraard behouden, maar we hebben die historische vraagstelling explicieter naar voren laten komen, in die zin dat de verschillende vragen die hier gesteld worden, expliciet binnen de verschillende punten 1, 2, 3 en zo verder behandeld worden. We hebben ook extra aandacht voor de typische historische redeneerwijzen. Je ziet dat hier in bijvoorbeeld deze 2 opdrachten: haal een oorzaak en een gevolg uit de leestekst of geef alle hoofdgedachten uit de lestekst weer. En ook bij de verwerkingsopdrachten is de inoefening van de historische vraagstelling verwerkt. 2 voorbeelden hier. Geef deze bron een antwoord op de volgende vraag. En een ander voorbeeldje, geef zelf een voorbeeld van een historische vraag. Dus hier dagen we de leerlingen uit. Enerzijds moeten zij zeggen of die bron nu een antwoord geeft op een vraag. Anderzijds vragen we aan hun, stel nu zelf eens een historische vraag die bij deze bron past. Dus we bekijken het altijd vanuit verschillende standpunten voor de leerlingen. Een historisch referentiekader opbouwen. We werkten binnen Storia al veelvuldig met methodelessen. Een voorbeeld hier van een methodeles over tijd, ruimte, domein. In die methodelessen gaan de leerlingen de vaardigheden ontwikkelen die belangrijk zijn om het verleden te contextualiseren. Die methodelessen zijn er in Storia HD nog steeds, veelvuldig. Meer zelfs, we hebben die volledig herschreven. Ik zei het net al, een methodeles, wat is dat precies? Dat is een les waarin we de verschillende vaardigheden van dat historisch denken en die historische vragen stapsgewijs met de leerlingen gaan aanbrengen. En die vaardigheden worden dan nadien in de onderzoekslessen ingeoefend. Heel wat van die methodelessen lopen ook als een rode draad doorheen Storia, want dat is natuurlijk een stapsgewijze opbouw. Hier zie je een voorbeeld van de methodeles rond historisch denken aan de rechterkant, waar de leerling dus voor de eerste keer in contact komt met dat concept historisch denken. En in de volgende onderzoekslessen leren ze dat dan toepassen. Er komen natuurlijk heel wat begrippen voor in de geschiedenislessen. Die hebben de leerlingen nodig om het verleden te contextualiseren. Die waren er al in Storia. De woordenlijsten in Storia HD zijn we nog een stapje verder gegaan. Daar hebben we de woordenlijsten verder uitgebreid en nog wat meer geduid. Je ziet dat aan de linkerkant met behulp van kleuren. De paarse, dat zijn de structuurbegrippen, bijvoorbeeld chronologie of continuïteit. Sleutelbegrippen staan in het blauw, ambacht, ambtenaar en zo verder. En alle andere begrippen, historische begrippen, zijn dan in het oranje. Daarnaast in het midden de classic versie, waar we een overzicht bieden van sleutelbegrippen en structuurbegrippen, maar daar hebben we een kolom toegevoegd waar je, of waar de leerling ook heel snel kan zien in welke les dat begrip aan bod is gekomen, voor de eerste keer aan bod is gekomen. Helemaal rechts zie je het Didit staan, Didit scherm op de computer hier staan. Ja, we hebben bij Didit heel wat nieuwe adaptieve oefeningen op die begrippenkennis aan toegevoegd. En niet alleen op Didit, maar als leerkracht krijg je ook heel wat extra toetsmateriaal om die begrippenkennis te kunnen evalueren. Leerlingen moeten kunnen kritisch redeneren met en over bronnen. Bronnen hebben bij Storia altijd op de voorgrond gestaan. En voor de herwerking hebben we dan ook de methodeles in het eerste jaar over de bronnen uiteraard behouden. Dat spreekt voor zich. In deze les komen de leerlingen te weten wat bronnen zijn en hoe ze die precies moeten gebruiken. Daar straks al, Storia bood een ruim aanbod aan diverse, vooral unieke bronnen. Dat hebben we zo behouden. Meer nog, we hebben daar heel wat extra bronnen in bijgestoken. Daarnaast hebben we ook nog waar nodig meer context en duiding bij die bronnen gezet. We tonen leerlingen ook hoe geschiedenis tot stand komt. Dat kan je aan deze rechterpagina zien. Ik ga dat even ingezoomd laten zien. Voilà. Er zijn 2 bronnen die allebei gaan over de reconstructie van de Neandertaler. Eentje uit de 19e eeuw, eentje uit de 21e eeuw.
En dan zien de leerlingen ook dat je als een geschiedkundige dat bronnenmateriaal ook altijd zijn beperkingen heeft. Want deze bron, de eerste bron uit de 19e eeuw, is natuurlijk onderhavig aan alle mogelijke technologie uit die periode. Bron 3 uit de 21e eeuw, ja, daar blijkt uit dat we door nieuwe technologische ontwikkelingen misschien nieuwe inzichten moeten hebben, misschien ook niet. Maar we leren dus de leerlingen daarmee dat bronnenmateriaal uiteraard beperkingen heeft en dat ze kritisch moeten blijven. Leerlingen gaan nog meer aan de slag met die bronnen. Er worden extra opdrachten toegevoegd, onder andere ook over het evalueren van bronnen. En uiteraard zijn ook de kunnenkaders uitgebreid, want er komen heel wat vaardigheden bij, of vaardigheden worden meer uitgediept, dus moet er ook meer aandacht aan die kunnenkaders besteed worden. Voilà. Dit zijn drie voorbeelden van bronnenonderzoek. Je ziet hier aan de linkerkant onderzoek de Minoïsche paleizen op Kreta, wat dan kadert in de onderzoeksles rond mythevorming en beperkingen. Er is ook een onderzoeksles rond standplaatsgebondenheid, onderzoek democratie in Athene en gebruik en misbruik van de geschiedenis, onderzoek de val van Rome, een waarschuwing uit het verleden. Dit zijn alle drie voorbeelden uit Storia voor het tweede jaar, waar dat we dus vanuit een methodeles vertrekken en dan in deze onderzoekslessen het geleerde gaan toepassen. Bronnenmateriaal is ook veelvuldig aanwezig in onze ontdekplaten. Die ontdekplaten die waren er al, die zijn er alleen nog maar bijgekomen. Om even te illustreren wat een ontdekplaat precies is, ga ik dat even live doen. Dus ik ga jullie meteen even naar Didit, zo. Even kijken, naar het juiste boek gaan. Nee, dat is niet erg. Zo. Die ontdekplaten die zitten onder de module lesmateriaal. Als je daarop klikt, dan ga je aan de linkerkant de indeling van het boek vinden, met dan ook een filter. Ik ga even filteren op ontdekplaten, dan worden ze ook meteen duidelijk. Voilà. Het zijn er een tiental voor Storia in het eerste jaar. Wat is nu precies een ontdekplaat? Ik ga er eens eentje open doen. Dit gaat over de Egypte en de Nijl. En je ziet, je krijgt hier een kaart en op die kaart is nog heel veel extra materiaal beschikbaar, gaande van teksten, filmpjes, maar dat zou ook wel eens een extra kaart kunnen zijn. En het leuke hieraan is, als ik die kaart even open doe, dat je samen met de leerlingen hier deze kaart kan opbouwen. Bijvoorbeeld woestijnen benamen, de Nijl benoemen, cataracten aanduiden, de Nijldelta en zo verder. Dus hier kan je samen met de leerlingen de les opbouwen, of je gebruikt die ontdekplaat om de les op te bouwen, of je gebruikt ze voor de leerling om de les voor te bereiden, want bij die ontdekplaten zijn ook werkbladen voorzien. Zo. Terug naar de presentatie, voilà. Er zijn ook werkbladen voorzien, extra opdrachten met uitbreidings- en verdiepingsvragen. Dus nog meer bronnenmateriaal beschikbaar op Didit via die ontdekplaten. Tot beargumenteerde historische beeldvorming komen. In Storia maakten we al veelvuldig gebruik van heldere syntheseteksten die een duidelijke link hadden naar de gebruikte bronnen. Je ziet dat hier in het voorbeeld, voilà, waar dat we verwijzen naar de bronnen waar deze tekst dan op inspeelt. En uiteraard behouden we dat in Storia HD. En er is extra oefenmateriaal op het inoefenen van de structuurbegrippen. Want dat is uiteraard ook nodig. Laatste krachtlijn, reflecteren over de relatie verleden, heden, toekomst. Ik ga dat illustreren aan de hand van dit voorbeeld. We hebben extra aandacht voor standplaatsgebondenheid, multiperspectiviteit, mythevorming en instrumentalisering van het verleden. Dat zijn de nieuwe eindtermen waar uiteraard veelvuldig op gefocust wordt. Een voorbeeldje hier, het gaat hier over de tempel van Luxor, waar we de leerlingen laten nadenken met welk doel is die tempel gebouwd. En dan gaan we het vergelijk maken met een hedendaagse christelijke kerk of een moskee, waar het dan de bedoeling is dat de leerlingen nadenken over het doel van een tempel en of dat doel misschien doorheen de tijden veranderd of misschien zelfs vervaagd is vanwege de maatschappelijke evoluties. En dan merken zij ook dat het verleden, het heden, maar ook de toekomst met elkaar in verbinding staat. Het stopt natuurlijk niet bij het tweede jaar. Uiteraard gaan we ook derde, vierde, vijfde en zesde jaar vernieuwen. Maar daar wachten wij uiteraard de leerplannen voor die graden af. Maar je ziet hier de planning staan, dus normaal gezien, als alles verloopt zoals het zou moeten verlopen, dan is dat voor de komende jaren dus telkens een nieuw boek voor 3, 4, 5 en 6. Dat was het voor Storia. Dan geef ik nu graag het woord aan Wouter, die jullie doorheen Sapiens zal loodsen. Dankjewel, Stijn. Ik neem het scherm over.
Goed. Het verhaal van Sapiens. Wij zijn redelijk laat, denken we, met het presenteren van ons boek van het eerste jaar. Het komt omdat wij, toen we vorig jaar de eindterm in handen gekregen hebben, van een volledig wit blad begonnen zijn. En we hebben geprobeerd om de geest en de letter van de wet van die eindtermen zo realistisch mogelijk te gaan in de praktijk brengen. En dat verklaart het eerste punt waarop dat wij in Sapiens heel sterk willen focussen. De historisch leren denken, dat is de basis waar alles vanuit vertrekt voor ons. Wij waren eerlijk gezegd redelijk onder de indruk als we de nieuwe eindtermen zagen. En we dachten van, hoe gaan we dat doen? Het is behoorlijk ambitieus wat er allemaal van ons gevraagd wordt. En daarom het tweede punt. Wij willen heel erg proberen te zorgen dat we heel traag, voorzichtig opbouwen naar het ambitieuze eindniveau. Dus een stapsgewijze opbouw van redeneervaardigheden. Dat wat verwacht wordt in de eindtermen moet pas op het einde van het tweede jaar bereikt worden. Wij nemen heel voorzichtig, stapje voor stapje, hoofdstuk per hoofdstuk, een extra treden om stilletjes aan dat ambitieuze eindniveau te gaan realiseren. Derde punt, we merken dat heel veel leraars worstelen met differentiatie, dat veel leerlingen tussen verschillende klassen, dat er grote niveauverschillen tussen zijn, soms ook grote interesseverschillen. Soms is dat tussen klassen, soms is dat zelfs binnen klassen een groot aandachtspunt. Dus we hebben geprobeerd om een methode te maken waarin dat we dat differentiatie voor de leerkracht gaan faciliteren, dat we het makkelijker maken voor u als leerkracht om in te spelen op al die verschillende behoeftes van uw leerlingen. Als er één ding is dat we merken wat heel veel leerkrachten ons vragen als het gaat over methoden, dan is dat het duidelijk moet zijn. We hebben gezorgd voor een flexibele structuur waar u alle richtingen mee uit kan, maar tegelijkertijd een structuur die voor uzelf en voor uw leerlingen heel helder, heel duidelijk is en dus ook aan het einde van elk hoofdstuk een mooie synthese biedt, zodat leerlingen weten wat u juist van hen verwacht. En een laatste aandachtspunt, niet alleen van leerkrachtengeschiedenis, maar van heel veel leerkrachten, is dat aandacht voor taalontwikkeling. We hebben de afgelopen maanden in de media heel veel bezorgde berichten gehoord over het taalniveau van onze leerlingen. Dat is lezen, dat is luisteren, dat is schrijven. Wij doen ons uiterste best om als leerkrachtengeschiedenis daar een bijdrage te doen om die taalontwikkeling ook in geschiedenis zijn plaats te geven. We maken van u natuurlijk geen leerkracht Nederlands, maar we denken wel dat geschiedenis een belangrijke bijdrage kan leveren om toch aan taalontwikkeling te werken. Voor ik naar de opbouw van de methode ga, wil ik eerst even iets vertellen over welke inhouden dat we juist geselecteerd hebben. In Sapiens 1 en in Sapiens 2 beginnen we telkens met een soort van inleidend hoofdstuk, we noemen dat een moordhoofdstuk, waarbij leerlingen verkennen wat de principes van de historische methode zijn op een heel activerende, heel motiverende manier. We beginnen in het eerste jaar met Ötzi de IJsman, in het tweede jaar met Lindomijn, een veenlijk dat in Engeland gevonden werd. We gaan die twee cases, die twee lijken eigenlijk onderzoeken om de principes van het historisch redeneren te gaan onderzoeken. We gaan er historische vragen aan stellen. We gaan ontdekken wat voor soort historische bronnen dat zijn. We gaan onderscheid maken tussen de verschillende domeinen. Dus we proberen aandacht te besteden aan dat referentiekader, maar wel op een manier dat dat leuke lessen kunnen worden voor leerlingen. En na dat inleidende moordhoofdstuk krijg je de echte leerinhouden, zou je kunnen zeggen. In Sapiens 1 besteden we aandacht aan de ontwikkeling van de mensensoorten, eerst het tweede hoofdstuk. Daarna gaan we naar de landbouwrevolutie, de grootste verandering ooit. Mesopotamië, daar focussen we op het ontstaan van steden en het ontstaan van de schriftelijke cultuur. En tot slot natuurlijk een belangrijk en groot hoofdstuk over Egypte. We synthetiseren Sapiens 1 zonder nieuwe leerstof, maar met herhalingsleerstof, terugblikken naar wat er eigenlijk allemaal gezien is al. Heel veel herhaling, voor een stukje ook verdieping, maar dan specifiek met de blik van Europa. En daarmee hebben we het eerste jaar gehad. In het tweede jaar gaan we na dat hoofdstuk van Lindomijn een stukje aandacht besteden aan het verhaal van de oorlog in Troje. Dat is een mythisch verhaal, een mythologisch verhaal. En dat situeert zich min of meer aan het einde van het Oude Nabije Oosten. Dus we willen daar eigenlijk twee doelen mee bereiken. Enerzijds is dat een hoofdstuk dat dient om te reflecteren over het leren redeneren met bronnen.
wat kunnen we eigenlijk allemaal geloven van dat verhaal van de oorlog in Troje? Wat zijn we daar zeker over en wat zijn we daar niet zeker over? Dat is één ding. En aan de andere kant willen we ook de vraag stellen van waarom spreken we op een bepaald moment niet meer over het oude Nabije Oosten, maar wel over de klassieke oudheid. Dus daarmee zijn we echt begonnen aan het tweede jaar dan. En dan komen een aantal eerder klassieke hoofdstukken. Twee hoofdstukken over Griekenland. Eentje Hellas, het klassieke Griekenland. En eentje Alexander de Grote, het Hellenisme. Dus we spreiden dat verhaal van Griekenland eigenlijk over twee periodes. Een beetje vroeger, een beetje later. En hetzelfde doen we voor het Romeinse Rijk. Een stukje over de opkomst van het Romeinse Rijk. Met natuurlijk vooral de Republiek. En ook een aantal kritische vragen over wat we eigenlijk kunnen weten over de koningstijd. En een stuk over het Keizerrijk. En daartussen hebben we nog een relatief groot hoofdstuk over de Galliërs, de Kelten, geplaatst, waar we heel veel aandacht aan beeldvorming besteden. Niet alleen de Keltische samenleving zelf gaan onderzoeken, maar ook over het beeld dat wij vandaag over de Kelten en de Belgen, de oude Belgen, dan hebben. We gaan daar heel intens aan de slag met de schriftelijke bronnen van Julius Caesar. En daarmee hebben we, denk ik, het belangrijkste deel van Sapiens 2 ook gehad. We eindigen net als in Sapiens 1 met een samenvattend hoofdstuk waarin geen nieuwe leerstof aan bod komt, maar waar wel een synthese gemaakt wordt, een aantal oefeningen onderzocht worden die eigenlijk als eindproef zouden kunnen gebruikt worden in klassen waar geen examen is, of als een soort van oefentoets ter voorbereiding van het proefwerk geschiedenis. Dus daarmee denken we heel hard leerkrachten te faciliteren een voorbereiding op proefwerken of op toetsen te gaan doen. Dat voor zover de inhoud die we in Sapiens 1 en 2 zien. Ik wil u dan door de structuur van de hoofdstukken leiden. We hebben heel veel aandacht besteed aan een flexibele structuur en tegelijk een structuur die... Een flexibele structuur, ik ga zo meteen uitleggen wat er zo flexibel is aan onze structuur, maar ik begin met het houvast. We bouwen elk hoofdstuk systematisch iedere keer op dezelfde wijze op. U ziet hier de belangrijkste elementen die erin staan. Een titelpagina, een ontdekplaat. Een stukje terugblik naar wat je al weet of wat je nog niet weet, vooruitblik. En dan een aantal historische vragen en uitbreidingsvragen. Altijd conclusie en synthese op het einde van het hoofdstuk. Op elk van die elementjes die ik net opsom, ga ik ietsje dieper ingaan en een paar voorbeeldjes van proberen te geven. We beginnen altijd met een titelpagina waarop een fascinerende historische bron staat. De schedels die in Jericho gevonden werden en die... Dat gaat over de landbouwrevolutie, een plaats hebben en we willen met die titelpagina een stukje fascinatie voor het verleden prikkelen of stimuleren. Biedt veel kansen voor leerkrachten om een verhaal te vertellen, om leerlingen te motiveren om aan dat hoofdstuk te beginnen. Aan die titelpagina hangt er ook altijd een Didit-oefening vast, dus een oefening die op het elektronisch leerplatform staat en waar leerlingen zelf thuis mee aan de slag zouden kunnen gaan of eventueel in de klas mee aan de slag zouden kunnen gaan. De ontdekplaat, dat verhaal ga ik snel overgaan, omdat Stijn dat daarnet eigenlijk al vertelde, maar we hebben ook in Sapiens ontdekplaten. We maken daar een klein beetje ruimte voor in de methode, maar dat is natuurlijk vooral een elektronisch verhaal. Je ziet hier dat die ontdekplaat een meer een actualisering is eigenlijk van het verhaal van de landbouwrevolutie. Dus je ziet hier een aantal foto's van wat landbouw vandaag en evolutie in landbouw vandaag juist impliceert. En daarmee willen we de belangstelling voor het verleden van onze leerlingen prikkelen. Dat is eigenlijk het belangrijkste doel van die ontdekplaten van onze leerlingen, te motiveren voor aan die les te beginnen. De manier waarop die aan de slag gaat, dat ligt heel hard in uw handen. U kan dat heel sterk leerkrachtgestuurd vertellen. U kan dat ook voor een stuk aan je leerlingen overlaten en hen letterlijk op ontdekking laten gaan. Daar zijn we flexibel in, of daar bent u flexibel om daarin te spelen op uw eigen noden of die van uw leerlingen. Dan, wij vinden het heel belangrijk om vooruit te blikken en terug te blikken voor er nieuwe leerstof aan bod komt. We merken dat leerlingen het soms heel moeilijk vinden om verbanden tussen verschillende hoofdstukken te leggen. En daarom hebben we ons best gedaan, wanneer een nieuw hoofdstuk begint, om waar relevant
eventjes op te frissen wat leerlingen al weten. In dit geval is dat het begrip evolutie. Helemaal in het begin van het eerste jaar is er natuurlijk nog niet geweldig veel voorkennis, maar het begrip evolutie hebben ze in hoofdstuk 2 al gezien. We nemen dat begrip er eventjes terug bij om het verhaal van de landbouwevolutie te kunnen brengen in dit hoofdstuk. Naarmate Sapiens vordert in Sapiens 2 en zeker ook in Sapiens in de tweede graad, gaat dat belang van voorkennis alsmaar belangrijker worden. U kent allemaal het gevoel, als u aan leerlingen vraagt van wat ze 2, 3, 4 maand geleden is, dat dat soms heel ver weg in het hoofd van leerlingen zit. Dus wij maken hier de tijd om dat toch eventjes op te frissen. Dat gaat heel vaak over kernbegrippen. Het gaat soms ook over een mindmap waarmee we een stukje een redenering die in een vorig hoofdstuk aan bod gekomen is, terug naar boven brengen. Het wat weet je nog niet luik is heel vanzelfsprekend. Dat gaat over wat gaat er eigenlijk aan bod komen in dit hoofdstuk. Dus dat is een vooruitblik naar wat leerlingen mogen verwachten. Hetzelfde geldt voor dit hier. Als ik daar straks zei een houvast bieden, dan is dit de meest concrete manier waarop wij uzelf en ook uw leerlingen houvast willen bieden. Een hele visuele manier om een soort van pad doorheen het hoofdstuk vooruit te stippelen. De groene stages, de groene historische dit overzicht ziet staan, dat is het basispad doorheen dit hoofdstuk. De vragen waar wij van denken dat het essentiële vragen zijn die je best behandelt met alle klassen, met alle leerlingen, om zeker aan de minimumdoelen van de eindtermen te voldoen. Maar daarnaast zijn er ook een paar uitstapjes voorzien. Uitbreidingsvragen. U ziet ze in het blauw gemarkeerd staan en met een stippenlijntje. En die zijn uitstapjes die leerlingen individueel zouden kunnen maken. Als u een paar snelle leerlingen hebt bijvoorbeeld, dan kan u die soms aan de slag laten gaan met die uitbreidingsmaterialen. Het zou ook kunnen dat in een sterke klas u ruimte maakt om met de hele klas op die uitbreiding in te gaan, die u dan in een andere klas misschien niet zou zien. Dus daarmee heeft u zelf een heel duidelijk overzicht over wat er juist gepland staat in een hoofdstuk. En vooral waarschijnlijk voor uw leerlingen is dat ook een hele belangrijke om houvast te bieden en tegelijkertijd die flexibiliteit te bieden. U ziet hier dat we alles altijd opbouwen aan de hand van historische vragen. De titels van, of de deeltitels zou je kunnen zeggen, in elk hoofdstuk, dat zijn telkens historische vragen. Dat geldt voor de groene basisvragen, maar dat geldt ook voor de uitbreiding. Die zijn altijd opgebouwd als historische vraag. Er zijn soms eenvoudige beschrijvende historische vragen. U ziet hier waar ontstond de landbouw, wanneer veranderde de Homo sapiens in een landbouwer. Dat zijn eenvoudige historische vragen. Daar zitten natuurlijk ook soms complexere historische vragen. Ik heb geen zoom op historische vraag 6 rechtsonder, maar je ziet bijvoorbeeld dat daar ingezoomd wordt op de boogschutter van Amesbury, een graf in de buurt van Stonehenge. En dat gaan we dan onderzoeken met een toch iets complexere vorm van historische beeldvorming. Ik heb bij de inleiding gezegd dat we het heel belangrijk vinden om heel stapsgewijs te werk te gaan bij het onderzoeken van historische bronnen. U ziet hier een voorbeeld van de Venus van Willendorf die we onderzoeken. En u ziet ook dat we dat doen aan de hand van 4 stappen. En die 4 stappen, dat zou je kunnen zeggen, dat is eigenlijk een rode draad doorheen de hele methode die we voortdurend gaan laten terugkomen. Omdat we denken dat het belangrijk is dat leerlingen niet gewoon af en toe oefenen met brononderzoek, maar dat ze dat ook op een heel systematische wijze doen. Dat ze dat letterlijk echt automatiseren. Dat ze het gewoon worden, dat ze weten dat er altijd opnieuw 4 stappen moeten toegepast worden wanneer bronnen onderzocht worden. In dit geval verzamelen we in stap 1 achtergrondinformatie over de Venus van Willendorf. Ik zoom hier eventjes in op de 4 stappen. We gaan eerst achtergrondinformatie verzamelen. We gaan dan bronnen aandachtig bestuderen. Dat wil zeggen tijd nemen om die bronnen goed te lezen of goed te bekijken. In het geval van de Venus van Willendorf hier gaan we echt leerlingen door middel van pijlen dwingen om te kijken naar specifieke kenmerken van dat kunstwerkje. In het geval van teksten zou het kunnen zijn dat we hen vragen om stukken van een tekst te markeren of stukken van een tekst, kernelementen van een tekst eruit te nemen. Dat gaan we doen voor we hen echt laten denken over die bronnen. En dat zijn dan de fameuze elementen van de historische methode, het nadenken over bruikbaarheid, betrouwbaarheid. Dat gaan we niet 1 keer doen, dat gaan we niet 2 keer doen, maar dat gaan we heel, heel vaak doen in de loop van de methode om leerlingen daaraan gewend te maken dat ze systematisch dit soort vragen moeten stellen.
En wat we ook altijd gaan doen, is bronnen niet zomaar op zichzelf bezoeken, onderzoeken, maar die onderzoeken in functie van een specifieke historische vraag. En dat is stap 4, ik beantwoord de historische vraag. Dat is voor veel leerlingen niet zo evident en we bouwen dat ook veel voorzichtig op van eenvoudige meerkeuzeantwoorden naar stilletjes aan echt onderbouwde redeneringen met 1, 2, soms 5 zinnen, waarbij leerlingen echt een argumentatie moeten gaan opbouwen. Ik ben hier net even voorbij de kader historisch denken gescrolld. Ik ga er nu terug naartoe. Je ziet hier linksboven een kadertje, rood omkaderd historisch denken staan. Dat is wat wij noemen de grammatica van de geschiedenis. Er staat in de eindtermen heel expliciet welke onderliggende kennis over de geschiedenis dat leerlingen moeten kennen. En dan gaat dat echt over feitenkennis. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het verschil tussen historische bronnen of historische werken. Dat kan ook gaan over wat is dat eigenlijk juist, het begrip representativiteit. Dat noemen wij de grammatica van de geschiedenis en die steken wij in die rood omrande kadertjes. Dus die maken we heel expliciet, heel transparant opgenomen in de methode. En we gaan die ook blokjesgewijs, niet in grote pagina's vol theorie, maar wel in kleine blokjes aanreiken, zodat leerlingen doorheen de methode geleidelijk aan alle verwachte concepten aangeleerd krijgen. Ja, ik ben misschien vergeten om op die zwarte blokjes in te gaan. U zag die misschien daarnet al staan in het overzicht van de routekaart. Ook hier ziet u een zwart blokje bronnenstudie met 02 staan. Daar kom ik zo meteen nog op terug, maar dat is eigenlijk een soort van element, een hulpelement om leerlingen te helpen bij die bronnenstudie in dit geval. Maar dat kan bijvoorbeeld ook gaan over kaarten, over structuurbegrippen enzovoort. Dat is een aparte rubriek in de methode die helemaal achteraan toegevoegd is. Ja, stapsgewijs bronnen onderzoeken is natuurlijk niet alleen puur de bronnen zelf, maar is ook leren historische redeneren. Historische redeneerwijze in termen van oorzaak-gevolgredeneringen bijvoorbeeld. En u ziet daar historische vraag 1, waarom zijn mensen ooit gaan rechtop lopen? Dat idee van een oorzaak en een gevolg, dat steken we ook in die brononderzoeken heel expliciet in. En ook kaartlezen natuurlijk, wat veel leerlingen super moeilijk vinden. Daar besteden we heel veel aandacht aan om dat onder de knie te krijgen. Kort even iets over het erfgoed nog. We hebben geprobeerd om op een drietal momenten, zowel in Sapiens 1 als in Sapiens 2, erfgoed dat in België aanwezig is te zoeken en in verband te brengen met de leerstof van een bepaald hoofdstuk. In dit geval is dat Beentje van Ishango, een heel fascinerend verhaal van een, je zou bijna kunnen zeggen, een onopvallende historische bron waar weinig Belgen het bestaan van weten, maar wel echt een uniek topstuk dat in het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel aanwezig is. En dat wij dan in verband brengen met de leerstof van dit hoofdstuk. Dat is een verhaal dat heel kort maar in het leerweerboek zelf aanwezig is, maar dat ook vooral op Didit aangeboden wordt om leerlingen met een grote fascinatie voor geschiedenis, om die extra te kunnen prikkelen. Aandacht voor taalontwikkeling op twee verschillende manieren. Op één dwingende manier, op een andere meer vrijblijvende manier. De meer dwingende manier is door middel van stevige leesteksten. U weet dat de eindterm 8.2, de kenmerken van samenlevingen, de historische begrippen, dat eigenlijk de belangrijkste klemtoon is die in de eindtermen gelegd wordt. Dus, daar moet heel veel aandacht naar gaan, zegt de inspectie tegen ons. Dus hebben we veel aandacht aan besteed ook. In dit geval ziet u een stukje, het is maar één van de drie pagina's van de leestekst. Op de linkerkant zie je daar, zoals vraag 4, de gevolgen van de overgang naar de landbouw. We hebben daar drie pagina's aan gewijd. En daar komen een aantal cruciale begrippen in aan bod. U ziet daar in het vet opgelicht sedentaire samenleving. Andere begrippen die op de volgende pagina's staan zijn begrippen ongelijkheid, landbouw, patriarchale samenleving. Dus we leggen daar echt heel expliciet uit wat die begrippen betekenen en op welke manier dat zij een kenmerk van een samenleving zijn. Dat is voor leerlingen niet gemakkelijk om met die teksten aan de slag te gaan. Er zijn heel verschillende manieren waarop dat kan gebeuren. Wat wij heel belangrijk vinden is dat die teksten niet gewoon tekst zelf zijn, maar dat we daar ook oefenmateriaal bij geboden hebben. En dat ziet u aan de rechterkant. Dat is natuurlijk maar één van de pagina's oefeningen daarbij staan. Men ziet bijvoorbeeld dat die begrippen die ik net opnoemde, dat die rechtsonder in een combinatieoefening ingeoefend worden. Eindtermen vragen op dat vlak heel veel. We mogen begrippen niet zomaar meer
laten definiëren, laten uitleggen. Maar we moeten daar echt mee aan de slag om te laten beschrijven wat er verschillen zijn tussen verschillende periodes. Hier is dat nog de basis leren definiëren. In volgende hoofdstukken, zeker ook in Sapiens 2, gaan we echt naar dat analyseniveau. Dus we hebben heel expliciet proberen te kijken naar de, naar de beheersingsniveaus van Bloom die dat geformuleerd geweest zijn. En we durven ons hand in het vuur steken dat we die voor alle begrippen echt expliciet realiseren. De meer verblijvende manier die zit in de uitbreidingen. Ook dat is taalontwikkeling. Met verhalen in de lesgeschiedenis aan bod gaan, dat vinden leerlingen heel fijn, dat vinden leerkrachten ook heel vaak fijn. En wij hebben gezorgd dat we een aantal verhalen gezocht hebben waarin historische fenomenen vaak in geromantiseerde zin beschreven worden. In dit geval een verhaal van Dirk Bracke over Neandertalers, waarin Neandertalers een rol spelen. En we gaan dat verhaal, dat een... fictie is eigenlijk. We gaan dat vergelijken met wat er in museumteksten van het Gallo-Romeins Museum in Tongeren, wat daar over Neandertalers geschreven wordt. En door die twee te confronteren met elkaar, gaan we natuurlijk een heel interessante eindterm rond bronnenconfrontatie realiseren. En tegelijk op een manier die leerlingen en leerkrachten, denk ik, heel fijn vinden. Dat moet natuurlijk niet. Als u daar geen tijd voor heeft, hoeft u dat niet te doen. De eindtermen worden op andere plaatsen ook afgedekt. Maar het is wel iets fijn om met uw leerlingen mee aan de slag te gaan. En om eventueel de brug te maken ook naar collega's Nederlands die daar ook mee zouden, of daar ook een stukje hun rol in zouden kunnen spelen. Ja, leesstrategieën. Het is voor veel leerlingen een stevige stap om met zo'n tekst aan de slag te gaan. Niet iedereen ziet dat zitten om zo'n tekst van een blad of soms meerdere pagina's om daar mee aan de slag te gaan. Je moet daar soms leerlingen waar een beetje voor motiveren. Je moet daar soms ook leerlingen de juiste strategieën aangeven. We zijn daar gaan kijken bij wat er in het vak Nederlands als leesstrategieën en kijkstrategieën ook wel aangeleerd wordt. En we maken daar eigenlijk de brug van het vak Nederlands naar ons eigen vak. Dus dat is wat we dan taalontwikkelend vakonderwijs noemen. Misschien een laatste nog hier. Belangrijk om te vermelden dat we heel veel zorg hebben besteed aan de juiste bijschriften bij de bronnen. Je ziet hier een reconstructie van een Neandertaler. We hebben altijd heel expliciet geprobeerd om dat duidelijk te situeren in de tijd en de ruimte. België 21e eeuw in dit geval. En ook om het soort bron waar mogelijk te benoemen. Dus het verschil bijvoorbeeld tussen een authentieke historische bron of een reconstructie. Voor ons is dat altijd evident, maar voor veel leerlingen is dat soms verwarrend. En door die bijschriften zo expliciet te maken, denken we dat we daar toch ook een beetje helderheid voor leerlingen kunnen bieden. Tot slot kondig ik daar straks al aan, maar het einde van de methode na alle hoofdstukken staat de histokit. Dat zijn zoals gezegd hulpmiddelen die uw leerlingen kunnen gebruiken als ze zelf moeten historisch redeneren. Alle historische begrippen staan daar natuurlijk tussen. Ook de structuurbegrippen hebben daar hun plaats gekregen. Ook het stappenplan historisch bronnen onderzoeken dat ik daarnet al aanhaalde. Dat zijn heel handige hulpmiddelen waarmee we leerlingen eigenlijk willen aan de slag krijgen. Het kan niet de bedoeling zijn dat ze de hele tijd alleen luisteren naar hoe wij historisch redeneren. De bedoeling is ook dat leerlingen echt zelf gaan historisch redeneren. En we denken dat die histokit, die een 15-tal pagina's beslaat in Sapiens 1, dat dat echt een toolkit is die leerlingen daarvoor heel goed kunnen gaan inzetten. Voilà, dit heb ik gezegd. We maken hier heel transparant van welke begrippen echte basisbegrippen zijn. De groene begrippen zijn de begrippen die letterlijk opgenomen zijn in de eindterm en de leerplannen. De oranje begrippen zijn extra begrippen die wij gebruikt hebben, die we denken zinvol zijn om wat geleerd is beter te duiden, maar die eigenlijk niet echt verplicht zijn. En daar kan u zelf opnieuw, dat is opnieuw een vorm van flexibiliteit bieden. U kan ervoor kiezen om enkel de groene begrippen te laten studeren aan uw leerlingen. U kan er natuurlijk ook voor kiezen om ook de oranje of de rode begrippen te gaan laten studeren. Daar maakt u eigenlijk zelf een beetje de keuze hoe hoog u de lat juist legt voor uw leerlingen. Dan ga ik naar de synthese. We maken aan het einde van elk hoofdstuk een conclusie door antwoorden te geven op de historische vragen die we onderzocht hebben. Hier in het begin van Sapiens 1 zijn dat nog meer keuzevragen die eenvoudig aangekruist moeten worden.
Naarmate Sapiens vordert, aan het einde van het eerste jaar en zeker ook in het tweede jaar, gaan ze die historische vragen zelf moeten beginnen beantwoorden. Dat kan aanvankelijk zijn met slechts één zinnetje te schrijven en dat gaat stilletjes aan evolueren richting 3 of 4 zinnen echt beargumenteren. Dus daar ligt ook een leerlijn in die we voorzichtig opbouwen. En waar elk hoofdstuk natuurlijk mee eindigt, is met een heel duidelijke synthese, zodat leerlingen weten wat ze juist moeten studeren. Dus situeren in tijd en ruimte, een schema waarmee alle leerstof wordt samengevat en natuurlijk een synthese tekst waar ook historisch denken nog wordt teruggebracht. Tot slot, zelfevaluatie. We vinden het heel belangrijk dat leerlingen zicht krijgen op hoe goed ze al zijn of hoe goed ze nog niet zijn. Aan het einde van elk hoofdstuk expliciteren we welke doelen er zouden moeten bereikt zijn. En als u zelf denkt dat de doelen die wij geformuleerd hebben niet helemaal overeenkomen met wat u juist gezien hebt, dan kan u daar zelf ook een aangepaste versie van maken, want in het elektronisch leermateriaal staan diezelfde doelen ook in Word-document, waarin u er dus nog eventueel kan toevoegen of kan schrappen naar wens. Ik vat samen, historisch denken, dat mag duidelijk zijn, denk ik, staat centraal in onze methode. We bouwen het leren voorzichtig op, in beheersbare stappen, stilaan leerlingen zelfstandiger maken, voorbereiden op die tweede en die derde graad en de ambitieuze eindtermen proberen te realiseren. Heel veel aandacht voor differentiatie, binnenklasdifferentiatie, buitenklasdifferentiatie, veel structuur bieden, heldere synthese maken en tot slot aandacht voor taalontwikkeling. Dat zijn, denken wij, de troeven van Sapiens. Voilà. Ik denk dat ik het woord terug aan Stijn mag geven. Ja, dankjewel Wouter voor deze zeer duidelijke uitleg bij onze nieuwe methode Sapiens. Ik ga met jullie nog een aantal praktische dingen bekijken. Zo, eerst even wisselen van het scherm. Voilà. Zo. De handleiding van Sapiens is nog niet klaar. Maar je ziet hier een voorbeeld uit de handleiding van een andere methode. Maakt niet zo uit. Al onze methodes of al onze handleidingen zijn op dezelfde manier opgebouwd. Je ziet dat we in het midden van de handleiding een boek verkleind weergeven met dan daar rond alle uitleg die je nodig hebt om in de klas aan de slag te kunnen. Het is uiteraard ook de ingevulde versie die hier in het midden staat. En daarbovenaan vind je dan alle informatie terug. Hier zitten we bovenaan, alle informatie in verband met taxonomie van Bloom, maar hier zal ook een opsomming komen van alle doelstelling en eindtermen die we bereiken per les. Dus ook heel veel didactische tips aan de zijkant en uiteraard een ingevuld leerwerkschrift. Online leerplatform bij Storia en bij Sapiens is uiteraard Didit. Didit biedt maximale ondersteuning voor u als leerkracht. Je vindt daar je digitale handleiding op terug. Dus in PDF vind je daar alle documenten terug die je nodig hebt. Daar is uiteraard ook het bordboek beschikbaar. Leerlingen hebben sinds kort, of ze hadden dat eigenlijk al, maar hebben nu een module bijgekregen op hun startpagina. Dat is het e-book. En vanuit jouw bordboek kan je dan oplossingen vrijgeven in het e-book van de leerlingen. Anderzijds kan het e-book ook gewoon dienen voor de leerlingen om thuis hun lessen voor te bereiden of te leren. Zodat er sowieso geen excuses meer zijn dat ze boeken niet vonden of niet bij hadden, want ze hebben dus altijd daar toegang toe via Didit. Didit biedt ook een ruim aanbod aan aanvullend audiovisueel lesmateriaal. De ontdekplaten, zoals je hier in het midden ziet, zijn daar ook op beschikbaar. En nieuw sinds een aantal weken is dat je je eigen lesmateriaal kan upladen op Didit, zodat je met je eigen materiaal ook aan de slag kan. Je kan dat ook delen met de leerlingen. Op Didit kunnen de leerlingen ook terecht voor adaptieve oefeningen, zowel rond kennis als rond vaardigheden. Ze krijgen dan feedback. Die feedback kan gaan van een theoriekadertje of eventueel een instructiefilmpje, afhankelijk van welk vak dat je geeft. En jij kan alle scores van de leerlingen opvolgen, zodat je kan zien wie ergens op uitvalt of wie misschien nog een bepaalde vaardigheid wat extra moet inoefenen. Speciaal voor jullie als leerkrachten bieden we ook een antwoord op de transversale doelstelling. Dat doen we onder het luik transversale oplossingen. Dat bevindt zich onder het lesmateriaal op Didit, het allerlaatste tapje aan de linkerkant dan. Wat zijn transversale oplossingen? Wel, we hebben die transversale doelen eens onder de loep genomen. We hebben die geanalyseerd, gekeken over welke eindtermen gaat het, welke begrippen komen erin aan voor, hoe moeten we dat interpreteren en
uiteindelijk dan ook belangrijk voor jullie. Hoe kan je daarmee aan de slag in de klas? Je zal dat vakoverschrijdend moeten doen. Dus wij bieden een aantal voorbeelden, documenten aan waarmee je daarmee aan de slag kan. En dan kan je met je collega waarmee je een bepaald transversale doel moet observeren, makkelijk met die documenten werken. Op het einde van het jaar, van het tweede jaar, moeten die transversale doelen ook geëvalueerd worden. En daarvoor bieden wij een aantal rubrieks aan die je dan kan gebruiken om die leerlingen te evalueren. Die transversale oplossingen, zoals wij ze noemen, zijn er voor alle netten, dus zowel voor het katholiek, het GEO, het OVSG, als het provinciaal onderwijs. Als laatste wat praktische informatie, en dat gaat dan vooral over bestelinformatie voor jullie, alle prijzen en alle ISBN-nummers. Ik geef ook even mee dat deze presentatie, als de presentatie afgelopen is, gaat iedereen sowieso een mailtje krijgen met daarin een link, zodat jullie dit webinar nog eens even kunnen terugbekijken. En dan kunnen jullie dit nog eens even rustig bekijken. Die informatie is uiteraard ook allemaal terug te vinden op onze website vanin/secundair onderwijs. Zo, dan zijn we aan het einde van deze presentatie. Dat wil zeggen dat ik sowieso iedereen ga bedanken. Voilà, ik zie hier in het midden van mijn scherm klikpagina verschijnen, waar dat we alle informatie van Sapiens 1 nog eens verzameld hebben. Voilà, als je daarop klikt, kom je op die pagina terecht. Wil je het webinar dus terugkijken, dan ga je binnenkort een mailtje van krijgen. Dan kan je alles thuis nog eens rustig herbekijken. Deze presentatie staat ook op de website van de uitgeverij van in. Kan je die ook nog eens even rustig bekijken. En wil je misschien een extra presentatie, want ik kan me voorstellen dat misschien niet alle collega's vandaag aanwezig waren om mee te volgen, dat ze misschien ook met andere zaken bezig zijn in deze pre-teaching tijden. Geen probleem, dan stuur je een mailtje naar je educatief adviseur en dan wordt er samen een moment afgesproken waarmee jullie nog eens even door de presentatie kunnen gaan en waar nog extra vragen kunnen beantwoord worden. Wij zijn sowieso nog een 20-tal minuutjes beschikbaar, dus als je nog vragen hebt, stel ze nog gerust. Ons team staat nog klaar en zal proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Mocht dat niet gelukt zijn, dan nemen we zeker contact met je op om eventueel iets te verduidelijken of een antwoord te geven. En als je nu, straks of later de komende dagen, weken nog extra vragen hebt, neem dan dus contact op met je educatief adviseur. Ik dank voor de rest iedereen om dit webinar bij te wonen. Ik dank ook Wouter voor zijn zeer duidelijke uitleg van de methode Sapiens. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, houd de moed erin, collega's, en stay safe. Dag.